We zijn in het avondlicht, ja. En de Palmpazenoptocht is er weer geweest. Ja. Net met die sponsor van, hè? Ja. Al, dit is de tweede jaar. Het tweede jaar dat je dit al doet? Ja. Ja. Ja, maar leuk idee. Ja, want twee jaar geleden was het zo dat ze een Sunny moesten sponsors hebben. Ja. En ik vond het een beetje lullig dat door geen sponsors het niet doorgaan. Ja, ja, oké. Okay. Ik sponsor alles. De fietsende reporter is de sponsor van de Palmpazen optocht in Deerzand. En volgend jaar weer. Volgend jaar weer, jongen, hartstikke leuk. Zo gauw als het financieel kan, doe ik het. Nou, dat is hartstikke leuk voor het dorp. Je ziet zelf hoeveel kinderen daar meedoen. Ja, precies. En ik ben er zelf trots op. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik ben zelf trots op. Ik denk dat heel deze fase is hier gewoon trots op. Ja, vind ik wel. Want dit jaar is meer kinderen dan vorig jaar. Ja, moet je nagaan. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, we gaan ervan uit dat we volgend jaar dat we er iets beter weer hebben. Ja, hopen wij. Ja, daar gaan we wel vanuit. En dan zien we elkaar volgend jaar weer. Ja. Zeker weten, bij dit mooie evenement. Ja. Heel succes, hè? Ja, dankjewel, hè. En die foto's kun je terugzien op de fietsendereporter.nl, hè? www.fietsendereporter.nl. Nou, ga eens allemaal kijken. Ja. Johan, succes. Ja, dankjewel. Dit is wel een hele kleine aardigheidje voor jou. Dat betaal je dus niet zelf, hè? Dat snap je wel, hè? Nee, dan is het goed. Kijk eens, alsjeblieft, hoor. Dankjewel. En bedankt. Heel mooi. Zeer graag. Goed zo. En volgend jaar weer, zei je, hè? Volgend jaar weer, ja.